knikken. Nou, hij loopt, dus hij neemt ook op nu. Dus je kunt nog even zwaaien als je dat leuk vindt of niet, maar dat komt allemaal goed. Yes, yes. Wat ik ga doen, ik ga even een keynote delen. En dan kan ik jullie mee gaan nemen in mijn verhaal. Even kijken. Ik ga er maar vanuit dat ik gewoon goed verstaanbaar ben. Mocht dat niet zo zijn, dan trek even aan de bel of unmute even en dan roep je er maar even doorheen. Wat Ferry denk ik net ook al aangaf, hè, van ook vragen. En ik weet niet of Ferry dat precies aangaf, maar anders zeg ik het nu nog even. En dat je, de vragen die kun je gewoon aan het einde in 10 minuten doen. Dus ik ga met name jullie meenemen in een stukje verhaal. Ik zoek daarin inderdaad wel interactie op. Maar mocht je een vraag hebben, dan schrijf hem even voor jezelf op of borg hem in de chat. En dan gaan we de laatste 10 minuutjes daarover hebben. Nog wel even belangrijk dat je dus een pen en papier even bij de hand hebt. Of een stift of iets wat erop lijkt. Maar daarmee kun je een aantal kleine oefeningen doen. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je nog 1 minuutje nu tijd om dat even voor jezelf te pakken. Ik ga ervan uit dat iedereen het al gelukt is. Ja, zoals Ferry aangeeft, Werkplezier Boost 10, creëer je eigen droombaan. Dat is het thema waar ik het met jullie over wil hebben. En dat is ook wel een thema wat niet zomaar uit de lucht is komen vallen als het om, ja, van mijn kant zeg maar. Dus dat komt ook wel echt voort uit een bepaald verhaal. Kijken hoe ik. Okay. Dat verhaal wil ik jullie even een stukje in meenemen. Dus ik zal me daarin ook een klein stukje voorstellen. Wat in dat verhaal dan ook terugkomt, is ook de tool waarmee we vandaag in het heel kort gaan werken. En dat is eigenlijk visual thinking. Dat is een beetje een hipste term voor beelddenken. Maar kortom, is een hele waardevolle tool als het gaat om de ontwikkeling van je loopbaan. Of daarin bepaalde dingen voor jezelf helder krijgen. Een stukje mindset komt daarbij kijken. Als je het hebt over het creëren van je eigen droombaan, dat vergt ook een bepaalde mindset. En ik zeg ook altijd wel van een bepaalde perceptie of een bepaalde manier waarop je naar die arbeidsmarkt kijkt. Of de manier waarop je naar je eigen werk kijkt. En wat ik aan het einde van de sessie wil doen, is met jullie een aantal korte stappen delen in de vorm van een soort canvasje. En dat kun je ook na deze sessie nog heel mooi voor jezelf eens gaan invullen. En dat kan textueel, maar ik hoop ook visueel. Maar dan kun je voor jezelf gewoon lekker thuis eens stoeien van, joh, als ik die droombaan of het ideale werk, zeg maar, helemaal vanuit mezelf zou mogen creëren, hoe ziet dat er dan uit? En dat is ook een beetje de rode draad van deze webinar. Nou, nogmaals aan het einde dus 10 minuutjes voor vragen. Ik zal mezelf even heel kort introduceren. Doe ik meestal aan de hand van deze foto's. Je ziet links en rechts bovenin zie je een aantal open sollicitaties die ik zelf ooit uit heb gezet bij bedrijven. Waar een beetje guerrilla-achtige acties zou je kunnen zeggen. Dus ook wel acties om mezelf een beetje zichtbaar te maken. En dan hoop je ook van, joh, als je dat doet, dan is die job is binnen handbereik. Want ik had hiervoor, in die periode had ik mijn baan opgezegd. Heel erg vanuit de vibe van, ik voel niet meer wat ik doe. He, dus dan ben je lekker aan het werk voor je primaire voorwaarden en geld en leuke collega's en dat soort dingen. Maar ik had voor mezelf zoiets van, ik wil wezenlijk connectie maken met hetgeen wat ik doe en ik wil daar meer uithalen. Dus ik ben maar gaan solliciteren en op die manier, maar dat, ja, ik heb daar veel van geleerd. Daar kom ik zo nog op terug. Linksonder zie je mij wat langer geleden. Dat was een beetje een rebels jochie en die zit er nog steeds wel in. Maar in die periode maakte ik heel fanatiek hip-hop muziek. Nou, muziek is nog steeds nu een belangrijk onderdeel van de sessies die ik geef. En muziek is een hele mooie manier om ook beelden bij mensen op te wekken of mensen wat meer te laten afzakken naar hun gevoel. Ferry, die, ik weet niet of je het meekreeg, die begon aan het begin natuurlijk al over Dire Straits, wat bij hem aan de muur hangt. Nou, stel dat je naar zo'n plaat luistert, dan kun je daar bepaalde verhalen bij ontdekken, bepaalde gevoelens bij krijgen. En dat kan dus ook heel veel zeggen als het gaat om je loopbaan bij wijze van. Dus kortom, muziek is een mooi iets. Ja, rechtsonder haakt wel een beetje aan wat ik momenteel veel doe in de praktische zin van het woord. Dus veel tekenen, veel visualiseren. En dat is ook wat we vandaag deels gaan doen. Dus dat even kort als introductie van mijn kant. Nou, als mensen mij hebben verjaardag vragen van, joh Koen, wat doe je dan? Ja, dus altijd een beetje zo'n Twentse vraag van, joh, wat doe je dan? En dan begin je vaak eerst je naam te noemen en daarna vertel je van wat je doet. En dan gaat dat in de eerste laag natuurlijk vaak over werk. En dan zou ik dit zeggen van, ik help mensen met het creëren van hun eigen droombaan. En de manier waarop ik dat doe is dus met visual thinking. Dus dat is eigenlijk de tool waarmee ik dat probeer te bewerkstelligen. En waarmee ik mensen help om dus bepaalde dingen voor zichzelf helder te krijgen.
Ik kan daar uren over lullen, maar even heel kort een aantal basisprincipes als het gaat om visueel denken. Hè, want dat is een beetje de Nederlandse vertaling van het visual thinking. Op de eerste plaats is dat je gedachten omzetten naar beeld. Hè. Dat is ook heel letterlijk wat in het woord zit. Ja, dat je bepaalde dingen, bepaalde ideeën hebt en die vertaal je letterlijk naar je papier, waardoor je ernaar kunt kijken, je kunt er iets van vinden, je gaat verbanden leggen, je kunt het makkelijker met andere mensen delen. Ja, dus dat is een voordeel ervan. Het wetenschappelijk stukje is dat 75% van ons brein, die werkt visueel. Ja, dat heeft te maken met het feit dat je bijvoorbeeld, nou, mocht je een drukke straat oversteken, dan gebeurt daar in no time gebeurt daar van alles. Nou, je visuele brein, die gaat, zonder dat je erbij nadenkt, gaat die aanstaan. En neemt hij waar van, joh, daar komt een auto aan met een bepaald tempo, of er steekt een kind over, of daar gebeurt iets. Maar kortom, jouw visuele brein die schept daar heel snel een beeld van die situatie. Dus je kunt nagaan dat zonder bij, bij stil te staan, is jouw visuele brein in staat om overzicht te scheppen, hè, om waar te nemen. Ja, dus dat is een hele krachtige meerwaarde van het feit dat ons brein ook zo werkt. Daarnaast ook, het is een combi van beeld en woord. Mocht je straks dus kleine oefeningen doen, je hoeft niet alleen maar te tekenen. Ik zou je er wel in willen uitdagen. Maar je kunt daar uiteraard ook weer kleine steekwoorden aan toevoegen om het verhaal, zeg maar, ronder en concreter te maken. Maar de basis is het dus voor mij ook wel met name verbeelden. Maar je kunt daar dus woordjes aan toevoegen. Belangrijk nog even, durf ook te tekenen. Heb niet de belemmering van ik kan niet tekenen, maar die hoor ik heel vaak. Dat mensen dat ook roepen, hè, van, ja, maar ik kan niet tekenen. Nou, dat heeft heel vaak te maken met het feit dat je dat misschien aftoetst voor jezelf aan het feit dat het een Rembrandt moet worden of dat het een heel perfect plaatje moet zijn. Maar dat is niet de essentie. De essentie is met name dat je je verhaal of je gevoelens, dat je dat op een andere manier laat uitdrukken. En of je dat nou in een kleine krabbel doet, zoals je hier ook eigenlijk ziet. Deze jongen die was ook destijds met de sessie bezig. Nou, je ziet dat hij op een vrij kinderlijk niveau, zeg ik maar even, zijn dingen manifesteert. Als je die jongen daarover zou laten praten, dan komt hij met een heel verhaal. En dat is een beetje de kracht daarvan. Dus hoe je tekent of in wat voor vorm maakt niet zo heel veel uit. Ik heb één kleine beginnende uitdaging voor jullie. Dus pak je pen en papier even voor je of bij de hand. Is even een hele korte warming-up. Kun je een klein beetje kennis maken met dat visueel denken op papier. Wat ik je zo dadelijk zou willen vragen te doen, ik ga zo dadelijk aftellen van 5 naar 0. En op 0 dan mag je beginnen te tekenen wat in je opkomt. Dus ik zou je ook meteen willen uitdagen om even niet te veel na te denken, maar probeer gewoon eens te tekenen wat in je opkomt. Ready? 5, 4, 3, 2, 1 en go. 10 seconden tijd. Teken wat in je opkomt. Denk niet te veel na. Gebruik je intuïtie. En nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1 en stop. Ik ben even heel benieuwd. Bij in ieder geval één iemand. Is er iemand die zegt van joh, wat ik nu getekend heb, zou ik even willen delen met de groep? Wel benieuwd wat van misschien gekke dingen daar wel uitkomen. Dat is dan misschien al de kracht van het feit dat je er wat minder over na hebt gedacht. Iemand die iets wil roepen, hoeft niet. Mag wel. Ik wil wat delen. Ja. Johanna, vertel. Of je het kan zien. Wat kwam eruit in 10 seconden? Een hond voorstellen en een zonnetje. Ja, dat is vrij... Waar komt het weg? Kun je daar heel kort over zijn? Ja, ik heb net mijn lunch achter de kiezen, zeg maar. Dat doe ik altijd eerst met de hond wandelen. Ja. En daar lunch ik. En ik kijk inderdaad net toen jij zei van, wat komt er op me op? Toen dacht ik, oh, ik mis het zonnetje vandaag. Nice. Dus, nou ja, dat. Heb je iets met de zon of met positiviteit of met energie of iets in die trant? Kun je het voor jezelf verklaren? Ja, dat draait mijn hele leven om. Positiviteit en doe wat je leuk vindt. Nice. Zeg maar. Ja. Binnen 10 seconden komt je allergrootste kern, die komt meteen op het vel papier. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nice. Oh, grappig. Ja. Nogmaals, ik wil het niet pushen, maar misschien is dat ook juist de kracht. Hè? Want als ik je hier een uur de tijd voor geef, dan ga je er ook steeds meer over nadenken. En dan kun je je voorstellen dat er ook steeds meer ruis op de lijn komt. En natuurlijk is het goed om over dingen na te denken, begrijp me niet verkeerd. Maar met name wat ik ook met visual thinking probeer aan te tonen, het zegt wel visueel denken, maar het is voor mij ook zeker een stuk uiting van je gevoel. Hè? Want juist doordat je visualiseert, hoef je ook niet zo te verzanden in woorden. En nogmaals even terug naar Miranda, geloof ik. Nou, als ik je een verhaal zou laten vertellen over die zon, dan komt er een heel, ja, dan komen die woorden wel, of dan komen die gedachten wel. Ja, maar de basis heb je misschien nu voor jezelf iets heel puurs of zo op papier.
Dus dat is sowieso ook de kracht van het stukje. Dankjewel, Miranda. Zijn er nog andere mensen die iets willen delen? Ik zie dat Ferry zijn klapblokje voor de camera houdt. Ik versta je niet, Ferry? Nee, ik stond nog op mute. Het is een voetbal. Alright. Kun je eens vertellen waarom je dat op papier hebt gezet? Ja, omdat voetbal was altijd voor mij een hele vrije expressievorm. Dat was niet iets waartoe ik me zette of omdat ik op Instagram zag dat het cool was of omdat de wereld me vertelde dat het verstandig was. Okay. Het was gewoon iets wat ik van nature deed en plezier aan beleefde. Ja. En die bal die kwam al tevoorschijn toen jij 5 zei, of 4. Nice, heel goed. Kun je nagaan hoe hoog die behoefte is om weer even een balletje te trappen. Ja. Ferry, heb jij soms in jouw dagelijkse werk ook datzelfde voetbalgevoel nog soms? Dat gevoel van expressie of spelen of vrijheid, of hoe je het ook maar wil noemen? Ja, met name wanneer ik in staat ben om de situatie niet te serieus te nemen en niet te veel in kaders te denken. Nice, heel goed. Top maar. Dankjewel, Ferry. Super. Ja, bedankt. Ga ik weer even verder. En ik neem jullie even mee in een klein stukje verhaal, om ook dat creëren van je eigen droombaan iets meer te duiden. Ik kom uit de vormgevingshoek, dus ik was ook altijd al wel bezig met visueel maken, maar nooit op een niveau van persoonlijke ontwikkeling. Ik had dus, zoals ik net ook aangaf, wel mijn baan opgezegd. En toen ging ik dus rondkijken van, joh, wat zijn nou partijen die ik vet vind? En waar ik misschien iets zou willen betekenen. En toen kwam ik bij een bedrijf in Reutem terecht. Ik had alleen één obstakeltje. Ze hadden niet letterlijk functies of vacatures openstaan. Maar toch had ik het gevoel van, joh, dat bedrijf heeft iets wat ik interessant vind. En dan ga je daarover nadenken en kijken van, joh, wat is nou een passende vorm om toch die aandacht dan maar te trekken bij dat bedrijf? Nou, dit was mijn manier om dat te doen. Ik reed op een zondagavond met mijn vriendin naar Reutem, maar daar stond het bedrijf en hing dit spandoek voor de deur. En dan hoop je dat daar een reactie op komt en dat die mensen dan zeggen van, joh, Koen, fantastisch en hier heb je het contract en veel plezier ermee. Tenminste, dat was mijn mindset aan de voorkant. En dat was me ook altijd geleerd, zo van, nou, je klopt ergens aan en dan vertelt het bedrijf wat je gaat doen. Dat is nog makkelijker als het bedrijf ook een concrete behoefte heeft. Nou, dat was hier dus niet zo. Maar wat hier wel lukte was dat ik een gesprek kreeg en dan kom je die maandag daarop, kom je bij de jongens aan tafel en dan probeer je heel geforceerd nog jezelf te profileren en dan hoop je uiteindelijk toch op die nieuwe baan. En toen zei die werkgever heel treffend destijds van, ja, maar Koen, wat wil je nou dan? Of wat kom je hier nou eigenlijk brengen? Toen bleef het ook letterlijk even stil aan mijn kant en toen haalde ik ook volgens mij op mijn schouders letterlijk op zo van, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen flauw idee en ik had al wel gehoopt dat jij me dat kon vertellen. En dat die werkgever dan zegt van, hier Koen, hier heb je het lijstje met de taken en de dingen die erbij horen en veel plezier ermee. En vanaf dat moment ging bij mij een knop om, zo van, ik kan nu blijven wachten tot mijn omgeving steeds bepaalt wat ik kan doen. Want dat was me ook altijd geleerd vanuit vroeger en altijd die mindset van, ja, werken doe je ook met name voor anderen. Hè? Dat doe je ook met name naar verwachtingen. Ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar dat was een beetje mijn beeld daarbij. Maar zij triggerde mij dus om het om te draaien. Koen, je kunt die droombaan of het ideale ding wat je hoopt te gaan doen, dat kun je veel meer vanuit jezelf gaan scheppen. Dus dat is een heel mooi ding als het gaat over die mindset, wat bij mij al omging. Zo van, hey, je kunt dus wel wezenlijk bij jezelf nagaan wat je zelf belangrijk vindt. In plaats van dat je constant in die buitenwereld georiënteerd bent en zit te kijken van, wat vindt daar plaats en wat zit daar, wat is daar voor een behoefte? En wat verwacht men van mij? Ik geloof dat dat veel meer hier te vinden is, veel meer bij jezelf. Maar dat het tijd kost, daar kwam ik ook achter. Want ik ging na die maanden die volgden, ging ik Prodeo bij dat bedrijf zitten om mezelf te ontwikkelen. En dan ga je heel geforceerd daarmee bezig. En dan probeer je dat heel geforceerd allemaal op papier te zetten en te beschrijven van wat is dat dan. En ik kwam erachter van het is een proces. Wat dus ook maakte dat ik op een gegeven moment bij een ander bedrijf ging solliciteren. Want ik kon niet meteen bij Inc. Bij het eerste bedrijf aan de slag. Dus wat ik deed van, joh, ik ga gewoon weer zo'n gekke actie doen en dan hoop ik dat bedrijf 2 wel diezelfde, mij diezelfde ruimte geeft voor het gesprek. Maar dat zij een soort van, ja, mijn ding mee kunnen geven. Dus ik stootte mijn kop eigenlijk 2 keer tegen dezelfde steen, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft me veel gebracht, met name nog in die mindset. En dat ik dus leerde van, joh, je kunt dat wel wezenlijk omdraaien. Ja, dus ook deze actie heeft me nog meer geleerd van, Koen, stop nou met zoeken. Stop nou met de hele tijd bij bedrijven en vacatures om je heen kijken. Maar ga na bij jezelf wat je vet vindt.
ja, wat je belangrijk vindt en hoe je dat kunt vertalen naar waarde voor je omgeving. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus inzicht 1, hè, voor mij wil ik ook even met jullie delen van het inzicht van wow, ik mag dus gewoon zelf bepalen. Vond ik heel bizar. Ja, dat kan voor mensen die hier in de webinar zitten anders zijn, maar voor mij was dat heel bizar. Met name als je uit een opvoeding komt van Koen, doe maar gewoon rustig en normaal en luister maar gewoon een beetje naar wat er gezegd wordt. Inzicht 2 was van om zelf te kunnen bepalen moet je dus jezelf kennen. En die zelfkennis die kost ook tijd. En dat vind ik altijd zo'n mooi cliché regeltje of zo'n dingetje van als je jezelf kent, kweek je ook een soort van zelfliefde. Dat klinkt een beetje zweverig, maar dan ga je jezelf ook meer waarderen. Want als je jezelf kent, dan kom je dingen tegen bij jezelf dat je denkt van hey, fuck, dat is vet. Of dat is krachtig. Of daar kunnen andere mensen iets aan hebben. En doordat je jezelf gaat waarderen door die zelfkennis, dan krijg je ook veel meer zelfvertrouwen. En als je zelfvertrouwen ontwikkelt, dan kun je ook veel meer regie voeren. Dan kun je veel meer gaan zeggen tegen je omgeving, van, ja, het is mooi dat jullie dit verwachten en dit willen. Het kan bij wijze van een klant zijn, of een werkgever, of een markt, of wat dan ook. Het is allemaal extern. Maar wat wil deze hier? En dan kun je ook veel meer vanuit daar gaan focussen. En vandaar kun je dus die eigen droombaan gaan creëren. En dat is een mooi gegeven. Om je daar iets meer in mee te nemen, ik zit nu zelf ook in de droombasis. Dat is deze ruimte hier achter mij. Ik ben dus gaandeweg mijn eigen droombaan verder gaan creëren. Tot op het moment dat ik dacht van, joh, ik heb nu een eigen ruimte nodig. Ik doe dit niet om mezelf op de borst te kloppen. Wat ik hiermee wil laten zien, is dat je dus ook heel vrij kunt zijn in de vorm waarin jij creëert. Dus op het moment dat ik ergens in dat hele traject het inzicht kreeg van, ik wil iets met ontwikkeling doen en ik wil mensen helpen met die loopbaan. Maar waarom moet dat op de manier van aan tafel zitten en met iemand in gesprek zijn? Want ik kwam erachter van wat hier zit, vanuit nature is Koen veel meer iemand die wil spelen. En die wil lekker staan en die wil tekenen en die wil muziek opzetten en die wil voetballen zoals Ferry zegt. Allemaal dat soort dingen. En waarom kan dat dan niet terugkomen in die waarden die je levert? Ja, dus loopbaancoaching, dat is mijn hokje misschien hè, voor de buitenwereld. Maar de manier waarop ik het doe, dat is wel mijn manier. En dat zou ook iedereen die hier nu in de webinar zit al willen meegeven. Wat je ook doet, doe dat op je eigen unieke manier. En doe dat zo vrij mogelijk. En laat je daar niet zo in belemmeren door gekaderde functies of dingen die al gecreëerd zijn. En dat bedoel ik met dat principe te zeggen, je kunt het zelf vormgeven. En ik geloof er ook wel in dat je daar best ver in mag gaan. Dus dat je daar best creatief mee mag zijn. En wat het mooie van deze tijd is, dat bewijst het ook wel. Je kunt daar ook steeds vrijer in zijn. We nemen al steeds meer afstand van die gekaderde rollen en functies. En ik vind het zelf gewoon gaaf om daar dan ook nog weer in die grenzen op te zoeken. En mensen te helpen met die hokjes eigenlijk een beetje openbreken. En dat je veel meer vanuit je eigen kern, vanuit je eigen individu, van waarde kunt zijn voor andere mensen. Ja, maar dat is toch in de basis waar werk over gaat. Maar die waarde die je levert en de manier waarop je dat levert, laat dat een manier zijn die bij jezelf past en die uit jezelf komt. Maar creatief zijn vinden we lastig, hè? Dat creëren, dat is best lastig. En dat heeft ook een beetje hiermee te maken. Tot ons vierde levensjaar zijn we redelijk creatief. En dan wordt met name onze rechter hersenhelft wat benut. En die wordt geprikkeld. En daar zit veel fantasie en verbeelding en intuïtie en dat soort dingen. En als kind ben je ook veel minder met woorden bezig. Helemaal aan het begin, hè, dan kun je bijna niet praten. Dus automatisch ontwikkel je een ander deel van jezelf. Maar wat een kind in de basis doet, is dat hij gaat onderzoeken. Die gaat overal kijken. Die gaat lekker ontdekken, zonder dat hij denkt of vindt van, joh, wat vindt de wereld daarvan of wat dan ook. En vanaf rond die fase, daar komt de nadruk al vrij snel te liggen op die andere helft. En dan gaan we ons heel veel kennis en feiten en logica aanleren, wat heel krachtig is, begrijp me niet verkeerd. En je kunt je voorstellen, de basisschool, daar word je al geleerd om kennis in je hoofd te stampen en heel veel dingen aan te leren. En daarbij komt eigenlijk die andere hershelft, die ik zo net uitlegde, die komt daarmee een beetje in een soort van grijs gebied te staan. Ik wil niet zeggen dat kennis en de linker hershelft onzin is, maar het gaat meer om die balans tussen die twee. Ja, dus laat meer die rechte hersenhelft toe. Ga weer wat vrije, met name als het om werk gaat, ga weer wat vrije spelen. Ook zoals Ferry zegt in die voetbalmetafoor. Ga wat meer creëren. Probeer daar een beetje de vrijheid in op te zoeken. Waardoor jouw waarde voor je omgeving misschien wel veel rijker wordt. Heb ik weer even een tekenoefening voor jullie. Die mag je proberen visueel weer te geven. Wanneer ben je voor het laatst creatief geweest? En probeer die situatie waarin dat was, probeer die eens te vertalen naar je vel papier. Denk ook hier en weer niet te lang na. Probeer even een beetje zo te scannen door de afgelopen tijd. Maar wanneer ben je voor het laatst creatief geweest? Hoe zag die situatie eruit? En wat deed je daar? Wat was jouw rol in die situatie? Probeer dat eens voor jezelf visueel weer te geven.
Have fun. Nogmaals, denk niet te lang na. Kijk wat er in je opkomt. Wanneer ben je voor het laatst echt creatief geweest? Wanneer heb je voor het laatst die vrijheid opgezocht? Wanneer heb je voor het laatst die kaders misschien wel doorbroken? Een laatste minuut. Vijftien seconden. Goed. Wie zou zijn verhaal eens heel kort willen delen? Ik zou één persoon willen vragen. Die even heel kort toelichting wil geven op de situatie die hij net heeft geschetst. Wie of wie? Ik zag Martien een hand opsteken en een briefje als eerste. Oké. En daarna Jacqueline volgens mij. Even kijken en ik ga even naar Martien. Martien, ik zie je nog niet, maar je mag je verhaal wel gewoon even vertellen. Misschien kom je dan ook wel in beeld. Ja, zie je al. Ja, maandag. Bij jou. Vertel. Ik had een, ik weet niet of je het kunt zien. Ja. Een briefje met een grote flap erop, met loopbaan erboven, met allerlei papiertjes in mijn geval. Maar bij jou was het natuurlijk een prachtige tekening aan de hand van het verhaal. Dus we waren samen daar creatief mee bezig. Ja. En dat was super om te doen. Ja. En om daar verder in te gaan, om een leuke baan, een leuke uitdaging weer te kunnen voelen. En jij zegt, Martien, van het was super om te doen. Waarom super? Ja. Wat is dat voor een... Ja, omdat je juist vanuit je hoofd ga je naar die plaat toe. Wat jij zo mooi doet is, je vertelt een verhaal en jij helpt daarin dat inderdaad visueel te maken. Okay. Dat vind ik zo mooi. Dan denk ik van ja, dat is zo krachtig. Hè? Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ja, super Martien, dankjewel. Ja. Is er nog iemand anders die heel kort in een minuutje of zo even zijn verhaal wil delen? Ik zie Jacqueline met haar hand omhoog gaan, dus volgens mij... Jacqueline, brand los. Ja, nou ik heb afgelopen ook maandag, maar met mijn samenwerkingspartner, ja, je kunt haast niet zien denk ik. Maar we hebben voor het eerst samen video's opgenomen om onze producten aan te gaan prijzen. Nice. En ik moet zeggen, vond het heel spannend, maar gewoon maar gedaan, gaan zitten, kletsen en we zien wel, we doen het zoals wij zijn en wat bij ons past. Dat voelde heel fijn, moet ik zeggen. Het verbaasde me eigenlijk een beetje dat ik daar kom. Ja, kun je dat fijne gevoel iets meer duiden? Wat is dat voor een gevoel? Ja, voor mij was het meer dat ik ontspannen bleef. Normaal raak ik in de stress en dan word ik strak en dan, oh jee, hoe moet ik dan? En dan sla ik vast. Terwijl we nu een opzet hadden gemaakt, gewoon zitten samen, kletsen. Wat doen we? Waar worden we blij van? Nou ja, dan komen er vanzelf allerlei stukken die we aan elkaar kunnen plakken. En dan komt een videootje wat laat zien hoe wij zijn, wie we zijn. En of je een training bij ons zou willen volgen, want dat was ons idee. Kon je ook zeggen, hè, dat je wat van een soort van strakheid ga je dan ook naar wat meer bewegingsruimte of zo. Precies, ja. Ah, cool, mooi. Ja. Dankjewel Jacqueline, super. Jo. Mooie voorbeelden van wat creativiteit dus ook kan doen. Even iets dieper dat verhaal in, hè, van dit zijn een aantal voorbeelden van functies of rollen die we vandaag de dag kennen. Misschien, ik weet het niet, hè, ik vul het misschien ook even een beetje in, maar dit zijn denk ik ook wel rollen of functies die vrij traditioneel zijn en misschien ook wel blijven. En nogmaals, dat weet je uiteindelijk niet, hè, want uiteindelijk zou je misschien kunnen stellen dat elke rol of elke functie ook wel heel vrij kan zijn. Maar wat ik dus net ook aangaf, wat ik in ieder geval mooi vind in deze tijd, dat we hoeven ons niet langer vast te houden aan die bestaande rollen en manieren van werken. En dat vind ik juist ook zo mooi aan deze tijdsgeest. En daarom zeg ik ook altijd, ik vind het geniaal dat ik mijn vak nu kan doen. Want we hebben ook steeds meer ruimte en vrijheid om te kunnen bewegen. Alleen merk ik overal, zie ik nog steeds signalen dat ik denk van... Jammer, hè, ook niet meer dan dat, maar jammer dat mensen soms nog te veel zich vasthouden ook aan die structuren.
En die structuren die kunnen heel helpend zijn, hè, want die hebben we ook vanuit onze linkerhersenhelft bedacht. Van laten we functies bedenken zodat we mensen kunnen duiden of kunnen... Nou, dat snap ik heel goed. Maar die structuren kunnen soms ook ronduit bedwingen. Hè, waardoor een mens niet meer tot zijn... Of minder tot zijn uiting komt of minder zijn potentie kan aanboren. En daar gaat het meer om. Ik heb een heel mooi voorbeeld, staat ook op Netflix, in Chef's Table, die serie van bekende chefkoks wereldwijd. En die doen daarin in korte docu's hun verhaal. Een van ze is Grant Agates, en die heeft een van de beste restaurants ter wereld in Chicago. En wat hij geniaal doet, als je het hebt over het creëren van je eigen droombaan en daar vrijheid in voelen en durven te manifesteren. Kijk, een random kok, als je dat functieding pakt of die rol, dan zou je ervan uitgaan van ja, die kookt. En dan doet hij zijn eten op een bord en dat maakt hij mooi op en dan wordt er naar de tafel gebracht. En daar eet die gast in het restaurant, die eet dat op. Maar die Grant Agates zegt van ja, ik wil helemaal geen borden. Waarom zou ik mijn godsnaam vasthouden aan die vorm? Ik wil mijn droombaan anders creëren. Ik wil op een andere manier van waarde zijn door dat eten gewoon rechtstreeks op het tafelkleed op te dienen. Ik vind dat geniaal om te zien, want dat gaat in de basis dus heel erg over de vrijheid voelen om te creëren. En om dus te zeggen van, het kader van het bord, zeg maar, dat haal ik weg. En ik ga gewoon lekker op het tafelkleed dat ding doen. En dan merk je ook, ik weet niet of het hierdoor komt, maar die gast die wordt gezien. Ja, die wordt interessant voor zijn omgeving ook. Hè? Dan merk je dat juist dat soort mensen ook een grote aantrekkingskracht hebben. En daar geloof ik in de basis ook nog wel in. Stel dat je een nieuwe baas zoekt. Als je nou zelf kan aantonen van ja, maar dit is wat ik wil. Dan word je alleen maar interessanter voor die ander. En die gaat alleen maar meer dit doen van wow. Je hebt er goed over gevoeld en nagedacht. Of als je een eigen bedrijf hebt. Als je tegen die klant kan zeggen van maar dit is mijn manier. Dan kun je alleen maar meer impact maken. Want je verrast die klant of die denkt van wow, maar dit ken ik niet. En dat is heel boeiend. En je kunt zelf vrijer zijn in de waarde die je levert. En de ander die krijgt ook een grote cadeau. Dat is een beetje wat er gebeurt. Mensen die zitten bij hem aan tafel, die zien dit, die vinden dat fantastisch. En die hebben er veel meer geld voor over, bewijzen van. Wat hij letterlijk zegt in die docu, vind ik een mooi statement dingetje van regels, die zijn er niet. Hij zegt, je kunt gewoon doen wat je wil. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Geldt niet in alle richtingen of in alle situaties. Maar met name ook misschien in zijn beroep, vind ik het in ieder geval mooi dat hij zegt van, waarom zou ik me vasthouden aan de regel van het bord? Waarom kan ik niet rechtstreeks op een tafelkleed opdienen? Dus nogmaals, creëer je eigen hokje. Dat is een beetje wat ik met het beeld bedoel, wat je nu ziet. Dat hokje hoeft geen rechte vorm te hebben. Je kunt daar andere dingen van aan toevoegen. En je kunt daar zelf in gaan creëren en zelf gaan scheppen. Mijn advies daarin, dan kom je ook een beetje naar van hoe doe je dat dan? Hè? Stop met zoeken. Ga niet te veel om je heen kijken naar die bestaande structuren, maar ga terug naar hier. En dat is waar Ferry ook veel mee bezig is. Vind ik fantastisch. Maar ga terug naar de individu of naar de mens zelf en ga van daaruit weer scheppen. En dat is dan mooi. Hè? En wat de omgeving doet, is van nee, je moet deze opleiding of deze baan of dit diploma. Het zijn allemaal van die dingen die verruisen en die kunnen je afleiden. Want alle informatie die je nodig hebt voor het creëren van die droombaan, dat zit hier. Daar zitten alle drijfveren en dingen die je tof vindt en wat je kunt combineren tot die waarde. Daar geloof ik in. Het enige wat je te doen hebt in de afronding van deze webinar is stilstaan, terugkijken en gaan creëren. Je hoeft alleen maar pas op de plaats te maken. En terug te kijken op je eigen verhaal vanaf het nulpunt dat je werd geboren. Steve Jobs had daar een hele mooie statement over. Die zegt van, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Wat hij daarmee bedoelt van, je kunt dat ding wat je zoekt niet in de toekomst vinden. Je hoeft alleen maar stil te staan, pas op de plaats, terugkijken. Wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Welke dingen vond ik belangrijk? Wat heeft me getriggerd? Wat heeft me een kutgevoel bezorgd? Maakt niet uit. En al die dots, al die hoogtepuntjes, die dingetjes met elkaar proberen, je moet het patroon daarin zien. En dat is wat deze puntjes ook laten zien. Als je dat patroon kan zien bij jezelf, daar zit die droombaan in besloten. Klein voorbeeldje vanuit mezelf, muziek, hip-hop was een belangrijk onderdeel van mijn verleden. Creativiteit, vormgeving, persoonlijke ontwikkeling, allemaal van dat soort dingen. Komt voor mij nu samen in droombaas. Daarmee bedoel ik te zeggen, alle facetjes en dingen die jij gaaf vindt, die je nodig hebt om die waarde te leveren, dat zit er al. Dus ga dat niet zoeken in de omgeving. Ook even let op de tijd, want het is al 2 uur, zie ik. Toch wil ik deze oefening nog even erin gooien, heel kort. Ook weer vanuit intuïtie, in een paar minuutjes tijd, wat deed je vroeger als kind graag? En probeer dat eens visueel te maken. Kijk eens wat er in je opkomt. Ja, want je kind zijn is belangrijk in dat proces. Die patronen, dat begint al bij je allervroegste jeugd.
Dus probeer eens momenteel in dit moment te visualiseren wat je als kind graag deed. Wat komt er dan uit? En waarom pak ik ook dit voorbeeld? Een kind is dus heel ongeconditioneerd. Die is heel onbeïnvloed. Maar die gebruikt nog met name bewijzen van zijn fantasie en zijn verbeeldingskracht en dat soort dingen. Dus je kunt nagaan dat als je die patronen bij jezelf wil ontdekken, dan ligt er heel veel besloten in die kindertijd. Een half minuut. Wat deed je vroeger graag als kind? Wat komt er dan hier op? Wat was daarin een belangrijk facet? Goed. Omwille van tijd, ik had normaal nog gevraagd, goh, wie zou dit willen delen? Maar wat je in ieder geval voor jezelf ook na deze webinar even kunt doen. Je hebt nu iets gevisualiseerd. Probeer daarin eens na te gaan, maar wat specifiek vond je interessant aan die situatie die je visueel hebt gemaakt? Maar dat kan je nog meer diepgang geven in wat echt belangrijk voor je is. Stel je van boomhutten bouwen vet, dan gaat het niet zozeer om de vorm boomhutten bouwen, maar veel meer om wat was jouw rol daarin? Wat specifiek daarbinnen vond je gaaf? Was je met name de ontwerper van die boomhut? Of zat je je vriendjes en vriendinnetjes aan te sturen en vond je dat gaaf? Maar kortom, probeer binnen dat voorbeeld nog iets meer af te pellen naar die onderliggende patronen. Grote kans dat daar een puzzelstuk zit van de droombaan die je wilt creëren voor jezelf. Dus dat is misschien een leuke oefening die je kunt doen ook na deze webinar. Ik zou eerst even over willen gaan tot de vragen, voordat ik het laatste stukje doe van deze webinar. Want ik merk dat ik weer veel te veel aan het vertellen ben. Vanuit die bezieling, sorry jongens. Maar wie heeft er nog een vraag? Wie zou iets willen weten tot nu toe? Of wie heeft er iets wat een triggert? Ferry? Ik wil wel een vraag stellen naar Koen. Ja. Sorry, ik liep heel even vast, dus... Ja, waar ik even benieuwd naar ben. Hè? Je haalt even die traditionele beroepen aan. Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld ook psychologie gestudeerd. En voor een deel zit er ook wel eens aan te denken van ja, de therapeutische lijkt me ook wel gaaf om iets meer de diepte in te gaan met mensen. Maar om dat te doen, heb ik een soort van beeld van ja, dan moet ik wel bepaalde accreditaties hebben. Anders is het niet geoorloofd voor mij om op die manier met dat soort dingen bezig te zijn. Okay. Dat is dus ook een traditioneel beroep, zou je kunnen zeggen, therapeut, psycholoog. Hoe zou je zeggen, hoe ga je daar dan mee om met dat soort kaders die ergens toch ook wel vanuit het externe worden opgelegd om je beroep te kunnen uitoefenen? Ja, Ferry, mooie vraag jongen. Als ik puur vanuit mezelf antwoord, kan ik alleen maar zeggen van vertrouw op wat je al kunt. Kijk, ik heb niks, geen opleiding tot nu toe gevolgd voor loopbaanontwikkeling. Neem niet weg dat ik mezelf daar nog in kan verrijken als het gaat om kennis en al dat soort dingen. Maar in de basis vertrouw ik op wat al in me zit. En merk ik in die sessies van, hey, mensen die kunnen daar iets mee. En dat geeft mij de sterkte en het vertrouwen om het gewoon maar verder te ontwikkelen. Ja. Dus mijn advies of mijn ding zou zijn van, vertrouw gewoon op dat wat je al kunt. Ja. Maar doordat je weer extern kijkt van, hey, maar ik moet dat misschien eerst nog doen, want dat geeft mij dan de naam en het erkende label van Ferry, nu kun je dat. Daar geloof ik niet in. En zou je zeggen dat, want een andere gedachte die ik heb, hoor, en daar speel ik ook wel eens mee, is van, hey, je zou natuurlijk ook voor de buitenwereld dat kader kunnen creëren en daarbinnen kunnen gaan spelen. Of zeg je van, dan ben je al te lang eigenlijk je energie kwijt aan het raken in iets wat je niet intrinsiek wil. Ja, dat tweede, dat trekt mij dan meer. Ik wil niet zeggen dat het eerste niet zou kunnen. Ja. Maar ik geloof wel veel meer in dat je zelf je randvoorwaarden dan schept. En dat je dan je niet te veel laat beperken door de onwaarschijnlijke vorm die dat nu al heeft in de markt. Of dat je naar mensen zou kijken die dat momenteel al doen. Ja. Dat is misschien bij voorbaat dan ook weer die beperkte vorm. Ja, dus je hebt eigenlijk meer zoiets van, kijk vanuit jezelf en kijk wat je daarbij nog nodig hebt. Ja. En als je dan nog een opleiding doet vanuit die behoefte. Dat is prima. Maar dat is mijn visie hier, Ferry. Kijk, het kan, ik heb niet de waarheid, maar daar geloof ik heel erg in. En we zijn allemaal zo met die buitenkant bezig, terwijl alle potentie zit er al. Pak die shit op, mix het, creëer er een waarde van. Pomp het in de wereld en ga er geld mee verdienen, heel plat.
Ja, maar ik bedoel meer te zeggen van, je kunt mogen al toffe dingen doen en daar geld mee verdienen. En dan heb je al, dan ben je die droombaan al aan het creëren. En waarom dat in de toekomst schuiven, weet je wel? Dan, ja, geloof ik niet zo in. Ja. Geen idee of je dat je kunt, maar... Ja, zeker. Dames en heren, als jullie het niet erg vinden, maar voor mij is het geen probleem, zou ik hem heel iets willen oprekken. Deze meeting mag voor mij heel iets langer duren dan die 40 minuutjes. Dan kan ik nog een aantal vragen misschien meer beantwoorden. Zijn er nog vragen of andere reacties, mensen die iets willen weten? Als dat zo is, mag je jezelf even unmuten. Dan roept u maar. Ja. Hoor je mij? Ja. Jacqueline, vertel. Ja. Nou ja, wat ik zelf merk, wij zijn ook bezig met de ontwikkeling van mensen, persoonlijke ontwikkeling, dat soort zaken. En in het stukje wat je net vroeg, die tekening maken, wat wil je nou eigenlijk doen? Nou, ik wil eigenlijk dat iedereen happy is. En het liefst ook op werkvlak. Alleen vraag, dat zie ik bij jou ook volgens mij. Maar ja, mijn vraag is, of waar we mee bezig waren, is... zijn het altijd mensen die eigenlijk al om zich heen aan het kijken zijn? En mensen hebben al een vraag of een trigger gehad. En dan gaan ze om zich heen kijken, hé, wat ga ik anders doen? En ik merk dat ik soms wel graag net dat stapje eerder ook wil. Mensen wil motiveren om anders te gaan kijken of zo. Hoe doe jij dat? Ik snap heel goed jouw vraag. Ik krijg daar zelf wat minder energie van, denk ik. Dus ja, precies. Het is prima om ook in die mindset dan al wat te doen. Hè? Daar kun je allerlei mooie dingen in creëren. Om mensen al die mindset te geven. Ja. Ik merk dat ik zelf de meeste energie krijg van mensen die al iets van een schakel hebben gemaakt in zichzelf van, ik wil het anders of aanpassen. En dat betekent niet dat je meteen je baan opzegt, maar je kunt ook naar je leidinggevende stappen en dus zeggen van, joh, ik wil een uurtje in de week minder, ik noem maar wat. Dan ben je ook al aan het creëren. Maar die mensen hebben ook al een soort van mindshift van zelf de leiding pakken. En dan vind ik het fantastisch om die mensen te helpen wat verder vorm te geven. Maar neem niet weg dat je heel veel mooie waarde en winst kunt halen bij nog een stapje daarvoor. Hè? De mensen die je kunt prikkelen in die mindset. Ja, precies. Maar ik merk ook inderdaad dat als mensen al een stap hebben gemaakt of al ergens wiebelen, zeg ik wel eens, dan krijg je er zelf ook meer energie van. Ja, anders voel je het bijna als trekken. Ja, dat gaat ook heel erg over die intuïtie van het cliché van lekt dit energie of geeft het energie? En dat is ook wel heel erg bij jezelf voelen van, ook in het creëren van die droombaan, waar zit die doelgroep dan? Ja, waar heeft die doelgroep behoefte aan? Ja. Heel mooi. Ik heb nog wel een vraagje, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Je werkt heel visueel. En er zijn natuurlijk veel gezegd over beelddenkers. Mm. En ik merk bij mijn eigen kinderen dat die heel snel, nu in de digitale wereld, ook alles visueel snel zien. Ja. Er zit er volgens jou nog echt verschil in, dat sommige mensen het visuele juist echt nodig hebben of anderen helemaal niks mee kunnen? Ja, wat in me opkomt, wat ik in ieder geval in mijn doelgroep zie, is dat die mensen hebben bij voorbaat een voorkeur voor visueel. Ja. Neem niet weg dat dat de manier is. Hè, woorden kunnen ook heel krachtig zijn. En er zijn ook mensen die ronduit tegen mij zeggen van, Koen, ik heb niet zoveel met visueel. Ik kan mezelf veel beter uiten en manifesteren in woorden. Dus voor mij maakt het inderdaad duidelijk dat er verschil is. Sommige mensen hebben waarde bij het een en sommige bij het ander. Ja, nee, 100% precies. Is dat een voorkeursding. 100%. Ja. Oké, dank je. Laatste stukje voordat ik het woord weer even aan Ferry geef ter afsluiting. Jacqueline die had het net al een beetje over van, maar wie is dan misschien mijn doelgroep? Dat zit ook in dit canvas hier, wat je hier ziet. Dit canvas krijg je straks ook na afloop, kun je die opvragen. Ik kan Ferry straks over vertellen, maar even een mailtje sturen van, mag ik deze presentatie misschien ontvangen? Daarin staat dit canvas. En dat kan je wat handvatten geven om dus die droombaan voor jezelf te gaan creëren. Met onderin dus jouw drijfveer een stuk. Met rechtsonder jouw talent een stuk. Ja, dat is een beetje de basis. En vandaar dat kun je aan de bovenkant van die blender, zeg ik altijd, kun je die componenten zeg maar gaan creëren. Dan kun je dus inderdaad kijken van, voor welke mensen wil ik er zijn? En wat ga ik doen voor die mensen? Dat zijn je activiteiten. En welke waarde lever je voor die mensen? En heel belangrijk, wat is daarin jouw unieke aanpak? Wat is daarin jouw unieke methode? En in welke omgeving wil je dat doen? Voor mij is dat een droombasis met tekenwanden en staan en muziek en dat soort dingen. Maar een ander zegt misschien wel, joh, ik wil in de bossen lopen. En dat is allemaal heel vrij, geloof ik, in vanuit jezelf te ontwikkelen.
Nee, maar laat het vertrekpunt jezelf zijn. Laat dat leidend zijn en niet die functie of die vacature of die markt of wat dan ook. Ferry, ik denk dat ik langzaamaan weer het woord mag overgeven naar jou ter afronding. Ik merk dat ik anders ook te veel uit de tijd loop. Yes. Nou, valt nog wel. Nou ja, weet je, wat mij betreft mag je nog een paar uur doorlullen, want ik krijg ontzettend veel energie van deze sessie. Leuk. En ik merk ook aan mezelf van, was dat een half uur? Was dat maar 40 minuten? Ik merk dat ook, precies. Dat is lastig. Ja. Nee, maar ik bedoel het positief. Ik bedoel, je hebt zoveel waarde gepompt in de tijd die je had, dat ik denk van wow, dat voelt als veel meer eigenlijk. Ja, dus, oké, dat is altijd een beetje die nuance, maar ik vind het gewoon mooi om lekker te delen. En dat vind ik ook mooi aan jullie, hè, dat jullie zeggen van, we gaan elke week gewoon lekker inspiratie delen met mensen. Dat is als je het over een mindset en aan de voorkant al dingen doen. Dat gaat hierover. Dat begint over creativiteit delen, inspiratie delen, waardoor mensen die schakel gaan maken. Ja, super vet. Ik zie even een berichtje trouwens van Eunice. Super interessant, ontzettend gaaf om de energie van Koen te zien en horen. Dank jullie wel. Dus bedankt alvast. Misschien is ze al weg. Maar inderdaad, het woord aan mij. Allereerst wil ik je bedanken, Koen, voor deze super gave input en deze werkplezierboost. Wederzijds. Graag gedaan. En heb je nog een sheet of zo voor mij voor volgende week? Of dat niet? Heb je dat niet? Even kijken. Nou, deze die geldt, die spreekt voor zich. De vragen die hebben we gedaan, dan komen we bij deze, denk ik, of niet? Juist, die bedoelde ik, yes. Nou, volgende week mogen Selma en ik weer jullie gaan vermaken met een werkplezierboost over interactie. Dus dat gaat meer over de omgang met anderen, met collega's. Gaan we jullie ook weer een model presenteren zoals jullie van ons gewend zijn, waarmee je ook aan de slag kan. Zelfde tijd, zelfde dag. En vrijdag deelt Selma de links via de mailing. En maandag deel ik ze via de social media kanalen. Nice. En verder inderdaad, wat Koen ook al zei, mochten jullie deze presentatie willen, dan kun je ons even mailen. Je kan mij mailen op ferry@dagvanhetwerkplezier.nl. En dan zorg ik ervoor dat die presentatie van Koen jouw kant op komt. Ferry, dankjewel jongen voor je afronding. Ik wil iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Hopelijk kun je er iets mee. En brengt het je weer wat verder in je ontwikkelpad. Mocht je achteraf zelf nog vragen hebben, kun je mij ook persoonlijk nog mailen of benaderen. Mag altijd. Mocht je nog iets willen weten of wat dan ook. Schiet mij even aan, digitaal. Vind ik geen probleem. En dan, Ja, trouwens, je mag ook Koen direct even mailen voor de presentatie. Net zo makkelijk, denk ik. Zullen we dat zo doen, Ferry? Ja, doen we dat zo. Nou, top. Ferry en Selma, blijf dit doen. Weet je wel, blijf die energie ook verspreiden. Dat is heel belangrijk. Doen ons best. Dat wou ik nog even gezegd hebben. Maar wat ik wel heel gaaf vind is, ik heb het vaker gezegd, we doen het heel vaak, trekken we die kar dan met z'n tweeën, maar ja, de dag van de werkplezier is niet van ons. Ik vind het juist heel gaaf dat we dit met zoveel mogelijk andere mensen kunnen optuigen, waaronder jij, Koen, dus super gaaf. Iemand moet de voorzet geven. Dat klopt. En dan kan de ander kan hem inkopen. Mensen, heel veel plezier in als je nog aan het werk bent vandaag of wat je ook doet. Tot later zou ik zeggen. Dankjewel. Mensen, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot later. Keep in touch. Jojo.